Kerkstraatje. Een prachtig gebied. Gorp aan de Lijn. Dat is de naam van de weg, Zandweg. En midden in het bos is een soort, ja, dorpje zou je kunnen zeggen. Van oude en nieuwe huizen. Het zijn er niet zo veel. Hier heel bekend. Pittoreske, met een hoekig uitbouwtje. Dan rijden we hier de weg op. Is het even veracht en hier het net zo beroemde kasteeltje. Waar ooit de eigenaar van het gebied woonde. Het is gemeenlijk een jachtslot. Beeld ervoor van Diana, meen ik. Godin van de jacht. Kijk eens hoe dat hier ligt. Hè. Schitterend hier. Boerderijtje. En we liggen hier achter de kasteeltuin, maar daar is eigenlijk niks van te zien, kun je ook verder niet komen. Ik zal nog even het kasteeltje zo. Hallo. Dan rijden we hier de Molenstraat. Even een kasteeltje van de zijkant. Wat bijgebouwtjes erachter. De Molenstraat is natuurlijk de enige verharde weg door het dorp naar de hoofd. De rest is allemaal zandpad, waarvan het meest totaal onbegaanbaar is voor een gewone fiets. Er ligt daar. Er is nog eens een weg. In de bossen. Een beetje verscholen. Ook nog een oud pand. En ik meen dat dat een paswachtig huisje is. Maar ik ben me er niet op vast. Zeker weten dat het niet.